De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, uit ernstige bezorgdheid over president Santokki's acties tegen het boek Corruptie op het hoogste niveau van Gerard van den Berg. Ze veroordeelden zijn pogingen om de verkoop te stoppen en de media te censureren en benadrukken dat deze kwesties aan de rechter moeten worden overgelaten. De SVJ waardeert de weigering van de waarheid om toe te geven aan de sommatie. Ze roepen op tot het handhaven van maatschappelijke harmonie binnen wettelijke grenzen. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voert het SUG101-project uit, gefinancierd door de IDB, om hernieuwbare energie en energieefficiëntie te bevorderen. Drie bedrijven, Elgawa NV, Flux Electrical Engineering NV en LED Source Experts, hebben contracten getekend voor verschillende projecten, waaronder zonne-energiesystemen op een sportcomplex en in dorpen, evenals energie-efficiënte straatverlichting. Deze initiatieven zijn gericht op het leveren van energie aan scholen en lerarenwoningen en het verbeteren van de algehele infrastructuur in de dorpen. Minister Henry Ori van Onderwijs bracht eerder deze maand op uitnodiging van Gramang Jimmy Turumang een werkbezoek aan het dorp Kwamalasemutu. Tijdens het bezoek gaf de bewindsman het nieuws dat vanuit de IDB er middelen beschikbaar zijn voor renovatie en nieuwbouw van scholen en lerarenwoningen in Kwamalasemutu en Palemeu. Er werd ook gesproken over onder andere schooltuinprojecten, training van leerkrachten en regelmatige inspectie van de onderwijskwaliteit. Vanuit het Minofsee, zullen concrete activiteiten eind januari starten, met als hoogtepunt de oplevering van de gerenoveerde school en de bouw van de lerarenwoning binnen 7 maanden.